Het waren toch wel spannende dagen en zo, want die mobilisatie was van tevoren geweest. En ja, god, dat bracht wat spanningen met zich mee. En ik weet nog goed dat wij 's nachts wakker werden, tegen de morgen. En toen hoorden wij dus veel vliegtuigen, maar die hoorde je toen eigenlijk al veel, want die gingen al vaak Duitse of Engelse vliegtuigen over Nederland. En er werd nogal eens een keer door het luchtafweer geschoten. En toen sprong mijn moeder uit bed en zei ze, kom toch eens kijken, want er zitten zoveel vliegtuigen in de lucht. Nou ja, het is... En toen even later, toen hadden we de radio aangezet. En toen hoorden we dus dat de oorlog uitgebroken was. Het was de eerste Pinksterdag. We waren toen nog goed katholiek. Toen gingen we naar de Antoniuskerk, nu de kathedraal. En onder die halverwege de mis, toen zagen we iemand het altaar opstappen. En die gaf aan de priester, gaf hij dus een briefje. En die draaide zich om. En toen zei hij van... Men gelovigen, zal ik maar zeggen. U wordt verzocht op last van de gemeente de kerk zo spoedig mogelijk te verlaten, want Breda moet ontruimd worden. Maar ik sluit hiermee. Ik zal u allemaal nog de zegen geven. En toen hebben we allemaal de zegen van hem gehad. En toen heb ik mijn moeder gehad. En toen zei mijn moeder, ja, wat doen we? En toen zijn we toch maar naar de Marxingel gegaan. Want je ging met blokken, ging je dus eigenlijk onder een blokhoofd, ging je de stad uit. En toen zijn we op de Rijsbergse weg gekomen en daar hadden ze met bomen hadden ze daar, die hadden ze met springlading hadden ze die over de weg laten vallen. En toen zijn we zo dus de Rijsbergse weg opgegaan. Nou, en dat is een heksenketel geworden, hè. Want die Fransen die in de stad waren, die trokken met een handeltje. Nou, en dat was niet veel bijzonders, want we hebben ze gezien de eerste dag, de tweede dag na de oorlog. Toen hebben ze daar op de Nieuwe Ginnekenstraat gestaan, onder die bomen van het plein, met spul. Want we dachten, nou, als ze daar de oorlog mee moeten winnen, konden ze beter, leken wel dinky toys. Nou ja, dus toen zijn we daar die Rijsbergse weg op gegaan. Nou, dat is een verschrikking geweest. Want die Fransen die trokken over dezelfde weg terug. En vanuit de lucht werden die Fransen die werden beschoten. Maar ja, wij liepen er ook, hè. Dus dat was sloot in of achter. Toen zijn we uiteindelijk in Rijsbergen gekomen. Maar was u bang? Wat zegt u? Was u bang? Ja, nou, de bliksem, iedereen was bang. En toch, ja, toch was het een... Het was van de ene kant ook avontuurlijk, hoor, maar te goed. Ik had nog van mijn moeder, die had eieren gekookt om er onderweg om mee te nemen. En toen lagen we dat plat op de grond en toen zijn daar vlakbij bommen gevallen. En toen was zoveel luchtdruk dat we door die plat op de grond vooruitschoven. En toen de bommen er met afgelopen was, zijn we weer opgestaan en zijn we weggelopen. De ruiten die lagen eruit en we zagen eruit onder het stof. En toen keek ik en toen zat ik, het ei had ik toch pap fijn geknepen. Het struif liep langs mijn mouwen. En toen zijn we op een weg gekomen, dus een zandpad gekomen en die ging richting Kleinzundert, 8 mijl. En daar hebben we na heel lang zoeken, hebben we daar een boerderij gevonden waar we in een stal... In een hooischuur, moet ik zeggen, in het hooi geslapen hebben. Nou, toen kwamen die Duitsers al voorbij. Toen zijn we naar de Rijsbergse weg gaan kijken. Toen we dat spul zagen, we dachten nog terug wat die Fransen hadden. Toen dachten we, ja, de oorlog die hebben wij nou toch echt wel verloren, hoor. Toen hoorden wij de volgende dag, Breda lag plat en de grote toren was omgevallen. Nou, er was in Breda niks gebeurd. Dat zijn de verhalen die eigenlijk altijd rondkomen, hè. Dan zijn we in de stad gekomen, kwamen thuis. En er was alleen een ruit gesneuveld, meer niet. En Breda stond er nog, en de grote toren ook. En wij waren allemaal blij.